vis, je bent een beetje aanwezig. Oh, sorry. Kat en vis stellen vragen. Hallo allemaal. We zijn hier met de hele knappe, maar dan ook echt de hele knappe, super knappe, oh zo knappe, Arie Boomsma. Arie Boomsma. Welkom. Leuk dat je er bent, Arie. Ja, ik word een beetje verlegen van. Nou, wij eigenlijk ook wel. Je bent wel heel groot in het echt. Ja. Het is wel heel leuk als je beroemd bent en je wordt herkend en zo, hè? Ja. Dat willen wij heel graag, vind. Maar toch is dat ook wel een beetje... Daar zitten twee kanten aan, hoor. Oh ja? Wat is er dan niet leuk aan, hoor? Nou, als je begint is het best wel spannend allemaal en vind je dat leuk. En dan op een gegeven moment ben je eraan gewend en dan kan het soms ook best wel een beetje vervelend worden. Dat kan ik me niet voorstellen. Nee, wat is dat wel leuk? Nou, moet je voorstellen dat jullie met z'n tweeën ergens op een bankje zitten en je wil even samen iets bespreken. En er komen mensen aan die zeggen, hey, mag ik op de foto? Mag ik op de foto? Ja, mag. Nee, want jullie wilden iets bespreken, weet je nog? Oh ja. Want jullie willen eindelijk even samen zijn. Ja, maar dan kun je toch ook iets bespreken op de foto? Maar over het algemeen, meestal, is het gewoon leuk, hoor. Oké, gelukkig maar, want we willen echt heel erg graag beroemd zijn. En heb je nog een beroemde tip voor ons? Ja, als wij beroemd zijn, wat moeten we nou wel en niet doen? Ja. Nou, weet je wat het wel is met die foto's? Als mensen je vragen of ze met je op de foto mogen, moet je altijd ja zeggen. Ja. Altijd. Ja. Weet je waarom? Op het moment dat je nee zegt of het komt nu niet zo goed uit, dan gaan ze altijd vragen waarom dan niet. En dan vinden ze je misschien arrogant of stom. En dan duurt het langer en het is een beetje negatief. Dus je kan altijd beter gewoon ja zeggen, vrolijk en dan niet te veel praten. Vrolijk op de foto en dan is het zo afgelopen en dan is iedereen blij. Dus je moet niet te veel nee zeggen, je moet niet te negatief zijn. Precies, dat is echt heel belangrijk. Ja. Hey, dankjewel en je mag me best bellen hoor, als je zin hebt. Ik dacht dat je me een kusje ging geven. Oh, graag. Nou, kom, kip. Vis. Dankjewel. Hé, hey, bedankt en heel veel succes met je boek. Hé, maar Arie, mogen we nog even met jou op de foto? Nee, dat... Nee, ik moet eigenlijk nu wel gaan. Nee, sorry. Doe me dat niet. Nou. Ik was echt heel erg verliefd, maar dat ben ik nou niet meer. Ik ga makkelijk niet. Jongen.